The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little ones stopped to chew some gum, and they all went marching down and around to the ground. Boom, boom, boom. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. Dag kijkers, u ziet mij hier voor een tent zitten en u zult vast denken, wat is dat voor een tent? Dat is de tent van Jong Nederland en de omroep besteedt daar vandaag aandacht aan. En waarom besteedt de omroep daar aandacht aan? Omdat Jong Nederland volgend jaar 80 jaar bestaat. En wij ook in gesprek gaan straks met een aantal prominenten van Jong Nederland. En dat is de reden waarom u mij hier ziet zitten. Nou, even iets over Jong Nederland. Is opgericht in Meersen in Limburg op 6 december 1944... En de wortels van Jong Nederland zijn de katholieke patronaten. Patronaten waren uitingen van liefdadigheid en morele bekommernis vanuit de burgerij voor de volksmassa. Met als doel bescherming tegen de gevaren van de vrije tijd. Jong Nederland is een Nederlandse organisatie die nog steeds bestaat, zij het in afgeslankte vorm. De activiteiten zijn vergelijkbaar met die van scouting. Het bood en biedt jonge mensen van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid te spelen, ontspannen en zich te ontplooien. Er zijn 53 lokale jeugdclubs met 4000 jeugdleden en 1400 vrijwilligers. De pijlers van Jong Nederland waren en zijn creativiteit, sport en spel en buitenleven. Denk aan bijvoorbeeld op kamp gaan. Vandaag hebben wij een rondetafelgesprek met Jong Nederlanders van het eerste uur. Piet van Geloof, Jules van Oorschot. Zij hebben heel veel betekend voor de jeugd in Driemelen. En met een van de jongere garden, onze eigen Ad van Dijk, cameraman van Omroep Driemelen. Die vanuit zijn belevenissen kan terugblikken op de meerwaarde van Jong Nederland voor zijn ontwikkeling. Ja, daar zitten we voor de tent van Jong Nederland. Met drie prominenten. Twee iets ouder dan de deugd die in het midden zit. Dat is Piet van Geloof. En Jules van Oorschot. Welkom. En Ad natuurlijk, onze eigen Ad. Nou, fijn dat we hier even voor de tent mogen zitten. En die tent is al hoe oud? 60 jaar oud. En toen heb ik hem tweedehands gekocht. En hij ziet er nog picobello uit. Ik wilde het met jullie over hebben wat er nou voor mogelijkheden waren voor de jeugd destijds in de kerkdorpen om zich te ontspannen. Wie wil daar iets over zeggen? Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk. Ik ben er eigenlijk toen in gekomen toen ik een jaar of 12 was. En van tevoren was er eigenlijk helemaal, ja, was eigenlijk niks. Op de een of andere manier kreeg ik dan dat er iemand bij ons, Martien van Elshout, dat hij in het gilde was. En ja, daar speelden we vroeger altijd mee. En toen ben ik eigenlijk ook ingekomen. Dus ik geloof dat het een dubbeltje of 15 centen kostte. Nou, en die hadden ze bij ons thuis niet. Want mijn moeder was weer vrouwken. En ik mocht er op een gegeven moment toch bij. En daar ben ik naderhand altijd heel blij mee geweest. Want ik heb het toen ook eens een keer tegen haar gezegd dat ze de hartstikke fijn had gedaan. Dat ik daarbij mocht. En verder was er Nick? Ja. Voetbal is er al zo oud als de weg naar Methuselum. Ja. Tennis ook een beetje, maar ja, dat was niet voor ons. Dat was voor het, Die waren meer, zo noemde de middenstand, die deed tennissen. Dat was duidelijk gescheiden in het dorp hier zo. Ja. En wat voor rol speelde het geloof? Speelde dat nog een rol? Of? Ja, want het gilde was de katholiek. Ja. Ja, super. En de verkenners was volgens mij meer de protestant, niet katholiek, laat zo zeggen. Want alles wat door mij wat katholiek was. Tessa had bij het gilde en wat niet katholiek was, ja, die kwamen er ook niet bij. Ja, weet ik niet, zo was het wel. Maar betekent dat ook dat er gebeden werd en dat soort dingen? Ik kon het zeggen, ja, we hadden ook een almozenier. Die jongste kapelaan die kreeg dan de oorzonder de roede. En die hadden een stem hoor in het geel, want die waren eigenlijk oppermachtig toen die tijd. En die gingen ook mee op kamp. Ik kon het zeggen, almozenier was dan met de kamper ook altijd bij. Ja. Dus, net als in het leger. Ja. En dan deed je hem mis? Nou, 's morgens. En dan was het verplicht nummerken om dat te doen. En ja, de vos weet ik nog wel. Die was toen ook de hele week bij. Die had toen een eigen tentje. Ja. En hebben de lucht werd een keer leeg laten lopen. En het eentje erop leggen, dan moesten ze het oppompen. En hoeveel kinderen waren zo'n beetje lid toen jullie erbij kwamen?
zes groepen hadden, geloof ik. Ja. En er zaten een stuk of 15 kinderen in per groep. 15, 20. Minimaal, hè? Ja. En er waren dan, die hadden dan boven een Vaandrig en een Hopma staan. En Hopma was een beetje, ja, eerst verantwoordelijk, maar meestal waren er vrienden van elkaar die zo'n groep runden. Hoe zat het eigenlijk qua hiërarchie? Of als je erbij kwam, als je jong was, zat er nog een bepaalde... Wat je met de scouting hebt van welpen. Hoe zat dat in elkaar? Dat begon op een gegeven moment toch wel te komen. Er zijn er die rakkers bij gekomen. Ja. En toen moesten ze meiden hebben die ervoor stonden. En dat is toen Rianne gaan doen. Dat is uw vrouw, hè? En Ricky. En wij waren het meeste op tegen. Van dat de vrouwen bij kwamen, want dan ging het allemaal naar de donder, want dat was alleen maar ruzie. En ik ben mee met de Akela getrouwd en Rian met de, hoe heet die ook alweer, met de Zari. Maar wij zijn er alle twee mee, door haar maar twee, en wij zijn twee broers, zijn er alle twee mee getrouwd. Ja maar je had wel een bepaalde ceremonie, want als je erbij kwam, dan kreeg je wel een shirt, ja, dat lijkt er een beetje op. Maar als je dan weer zogenaamd geïnstalleerd, en als je geïnstalleerd werd, kreeg je die insignes hierop genaaid. En je kreeg een bruin koord. En dat wil zeggen, dus als je erbij kwam, had je niks. Dan gewoon een uniformkind. Kon er bij de begaantjes in Breda gaan kopen. En als je geïnstalleerd werd, was er een kleine plechtigheid. Kreeg je dingen opgespeld en die konden ze thuis erop naaien. Ja. Als je bepaalde oefeningen deed, in de winter kamperen of allerlei andere dingen. Dan kon je op een gegeven moment het bruine koord, dat kon een rood koord worden. En als je dan nog meer dingen gedaan, dan kon het weer het rood-wit koord. En als je nog meer dingen, weer het rood-wit-blauw koord. En wat hebben jullie al gedaan? Want jij noemde al een aantal dingen. Jullie gingen ook op kamp. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat jullie allemaal gedaan hebben? Ja, dan leefde de hele zomer naartoe en naar het kamp. Want dat was eigenlijk wel het uitje van het jaar. De rest was het... In de winterdagen was het veel... in de zalen was het... Binnensport? Beetje zitvoetbal, beetje handballen. Ja. Dat waren die door de weekse avond... activiteiten, hè? Ja, het gebeurde dus allemaal in het patronaat. Hè. Dat was eigenlijk het clubhuis. Ja. Er zaten alle verenigingen. En waar was dat patronaat? In de patronaatstraat. Ja. achter de kerk. Logisch. Er zaten niet meer. Want er stond ook de huisartsschool en ook de patronaat was allemaal weg. Ja. Dus allemaal. Jules legt er net over van, dat wil ik ook wel even meenemen, van een dubbeltje om lid te zijn. Ik ben een iets latere generatie, 10 jaar verder, zeg maar. Maar wij gingen op kamp en dan... Dat kostte 7,5 gulden. Mochten we mee op kamp een hele week. En, All inclusive. Wat? All inclusive. All inclusive. Moest zelf aardappen schilderen en zo, dat wel. Maar goed, de mis een tentje. Dat is weer helemaal verzorgd. En dat was, de mensen die waren ook niet zo super rijk hier in de omgeving. En jongens net als ik gingen er bij de boeren kersen plukken, peen dunnen, om er bij elkaar te sparen. Dan hebben we nog wel een zakcentje aan en mee op kamp te gaan. En dat was het dan. Dat was een weekje weg en dat was de vakantie. Ja. En toen ik jullie eerder sprak, toen hadden jullie een term die mij heel erg is bijgebleven. Hudo. Ja. Je begint te lachen, Piet. Houdt uw darmen open. En daar waren twee pootjes in de grond. Een kuil gegraven, twee pootjes in de grond. En daar een balletje gewoon vastgebonden. Ja. En daar kon dan op gaan zitten. En als je daar naartoe ging, dat was meestal een klein wegje het bos in. En dan zat er een bocht in. Dat je dan niet rechtstreeks zicht op had. En dan hing daar een zakdoek weg, dat die bezet was. Ja. En als je terugkwam, stak die zakdoek weer in de zak. Ja. En dat was de enige privacy die we hadden. Maar ja, dat werkte perfect hoor. Maar dat had altijd perfect gewerkt. En vertel eens wat over dat kamp. Want dan vertrokken jullie vanuit hier naar Brunssum, begrijp ik? En de Brunssumer Heide, waar laatst veel over gesproken is. Daar zijn wij geweest. En dan op fietsje, ik vond het altijd heel knap. Tenminste, naderhand. Want die hebben want wij gingen normaal, want ik zat met die kleinere. Maar dan gingen we naar Herpen, naar Heerswijk, Sterkelijk een keer, Huibergen een keer. Dat was toch allemaal 30, 40, 50 kilometer. Ja, één keer, en dan rijden we daarmee mee, één of twee van die groepen, dan rijden we mee 30, 40 kinderen in een lange gang, een paar voorop van die leiders en een paar achteraan. Ja. En dat waren allemaal van die gammele fietsen, dus anderhalve klappen was de baan te plakken en zo. Het was altijd ellende, want het was allemaal rommel worden we opreden. Maar er was ook niks anders. Alleen we hadden geen bagage, hè?
Die tentjes, ja, missen waar niet. Ja. Toen ik mijn meisje wist, wie die tentjes weer ingepakt, tasken weer ingepakt en weer in de vlagdragen gegooid. Ja, dat was. En dan op het kampterrein kwam, dan lag er alles op en dan op. Maar dat was wel een hele verantwoordelijkheid die jullie hadden. Ja, ja, dat zagen we niet zo, hoor. Achteraf gezien vond ik het heel wat, hoor. Ik kan me goed herinneren met de fiets naar Hooibergen en dan laden we weer op, twee en een paar achterop en dan met de spul. Als je er naar de rand over nadenkt, jongen, dat was... Ja, nou, dat maar toen hadden we dat blul niet, hoor. Nee, toen hadden we dat niet zozeer erg. Nou zou er gek van worden, maar toen... Wij gingen heel spontaan, stapten op de fiets en we begonnen gewoon te fietsen. Zonder na te denken en dat kwam allemaal goed. En iedereen... Ja, kinderen waren ook anders, die waren veel meegaander. En ja, kinderen waren allemaal tevreden en blij dat ze mee mochten. Ja. Maar dat hebben jullie even een hele andere vraag, hè? Want er komen zoveel herinneringen, opmerk ik, van wat er allemaal gebeurd is. Maar wat hebben jullie eraan overgehouden voor de rest van je leven? Vriendschap, onder elkaar. Okay. Vooral mee onder elkaar, want Julen heb ik dat toen op de kop getikt. Weinig mee gedaan, overdag dan, hè? Mm-hmm. Dus s'avonds waren we altijd met de kinderen bezig, stukken dingen allemaal. Maar dan moest je op kamp. En je gaat maar 14 dagen vakantie. En dan moest je toch wel een week af om met de groep weg te gaan. Ja, en dat deden gewoon. Ja, dat is nog iets. Ik denk dat vorig jaar is geweest, een jongen ontmoet. Meulemaas was hij. En hij zag me op een gegeven moment, hij zei, dus we kregen een protje. En dan kregen we dan ook over het Gilderwet. Hij zei, dat is de mooiste tijd eigenlijk geweest. Als jongen zei hij ook, hij zei, en ik heb er toch eigenlijk een beetje mijn toekomst onder daken. En daar was ik heel blij mee. Gebleven. Nou, Ad, wat is jou het meest bijgebleven eigenlijk uit die tijd? Nou, wat mij bijgebleven is gewoon de gezelligheid van jongens onder elkaar. Heel veel dingen doen, maar heel weinig. Dus wat ik net al zei, sparen voor een week op kamp en dan met de fietsen naartoe en volle plezier hebben. Net als we deden Stratego, dat noemden wij Roverke de Vlag, dat deden wij gewoon op de hei. Met twee gebieden afzetten en van elkaar de vlag veroveren. We deden smokkelspel, want we zaten in de buurt van België, deden we smokkelspel. Nou, dus al die dingen zijn mij nog steeds bijgebleven. En mij, nogmaals, met weinig dingen heel veel plezier hebben. En met jongens onder elkaar. En je gaf mij aan dat je achteraf terugkijkt. We hebben net over de vakanties gehad. Hè? Dat beide mannen, je had niet zoveel vakantiedagen. Nee. Daar wou je volgens mij nog wat over zeggen. Ja, als ik naar de rand heb, ik daar zo nog eens over na zitten denken. Als je erbij bent, dan heb je daar niet zoveel erg in. Maar het is net al genoemd, als ze met die mensen op kamp gingen. Hier werkten veel mensen in de bouw of elders. Maar de meeste in de bouw die hadden 2 weken vakantie of 1,5 week vakantie. En die gingen toch een hele week met die roetjongen op stap. En volle, gekscherend. Maar die hadden dan wel volle plezier. Maar die mensen die... Die hadden dan die hadden 2 weken vakantie en dan was een week op. En ze namen de verkering mee. Die stonden dan meestal in de kooktent, want er was een enorm kamp, hoor. Er waren verschillende groepen met een aparte kooktent. En die waren daar een hele week mee bezig. En dat zijn al aan het tegenwoordig, dan vliegen ze naar Spanje, overal naartoe. Maar wij waren een weekje weg, daar hadden we plezier van. En die leiders, die deden dan voor de Rijk ook. Die offerden dat niet op, die hadden er ook plezier in. Maar die waren een halve week, die waren de helft van de vakantie kwijt. Aan het jeugdwerk, elk jaar. Dus eigenlijk wil je zeggen dankjewel tegen Piet en Jules. Ja, daar komt het eigenlijk op neer tegen al die luisteren. En vooral tegen Jules en Piet wil ik dankjewel zeggen dat wij als jongens de kans hebben gehad om hele mooie dingen te doen. Dat meen ik serieus. Wat zou je voor boodschap mee willen geven aan verenigingen nu en aan de jeugd? Het is wel heel veel wat ik vraag, maar... Zouden we doen als wij deden mee op de fiets naar Schaik rijden? Nou, op kamp, geen computers of niks mee, zulke tentjes mee. Niks. En dan een hele week in de bos laten spullen en spelletjes verregelen. Daar hadden we nog een venner bij, daar konden ze zwemmen. En dat was helemaal geen techniek, dat was gewoon een gastel. Een keer een houtvuurje mocht dan s'avonds stoken en een avondspelletje en verder is niks. Dat is zo, en fietsen. Ja. Kampvuur was ook al. Met een heel klein beetje heel veel doen. Ja, en een hoop lol hebben. En heel veel plezier hebben. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. We hebben hartstikke mooi weer gehad. Ja, nou, dat is ons gegund, kennelijk. The ants go marching 3x3, hurrah, hurrah. The ants go marching 3x3. The little one stopped to scratch his knee. And they all went marching down.